Dit zijn die wedstrijden waarbij dat inderdaad wel goed moet komen. Een zeer vol uitvak. Daar zitten ze al een tijdje. En natuurlijk is ook het Zwolse gedeelte uitverkocht. Er zijn geen kaartjes meer te koop voor een wedstrijd als deze. En het ligt allemaal nogal gevoelig, zoals u wel heeft gemerkt. Bruggen die geschilderd zijn. Afgelopen zomer nog wat eieren gegooid tegen het huis van Sijn Mak. Natuurlijk een echte Deventernaar in Zwolse dienst. En daar de wolf. Het is niet de Zwolfje, de mascotte zo te zien. Die ziet er wat vriendelijker uit. En de vogel van de Go Ahead, die eagle die je daar moet ontgelden. Geen verrassingen bij Zwolle. Waar Brama ontbreekt, Brock Matsen wel weer op de bank. En een van de uitblinkers in de bekerwedstrijd, Younes Mokhtar. Mooi doelpunt. Lekker in vorm. Hij heeft er ook al 3 gemaakt. Ervaren aanvoerders, Duits en van Polen. En bij Go Ahead dus 1 wijziging. Met maar weinig mogelijkheden sowieso voor Koning om natuurlijk, de Koning om natuurlijk te wisselen. Nieveld speelt, Brand zit op de bank. En hij, hoe zal hij ontvangen worden? Er zijn aardig wat spelers hoor, die bij Zwolle en Go Ahead hebben gespeeld. Dat ging vroeger wat makkelijker dan nu. Maar de sfeer is niet vanaf seconde 1, maar al voor seconde 1. Fantastisch. Zo'n wedstrijd waarbij de ranglijst niet telt, maar waarbij de ranglijst ook nog eens extra meeweegt. Omdat het allebei ploegen zijn onder in de eredivisie. Kortom. Punten die dubbel tellen qua gevoel, maar die ook nog eens heel belangrijk zijn om onderin weg te komen. Hier voor het eerst Wolters. Tegenover Schenkeveld vandaag. Eerste voorzet is goed, de eerste kans is daar. Geweldige voorzet van Wolters op Rietsmaaier. Hij is de man met de meeste voorzetten dit seizoen in de hele eredivisie. Komen lang niet allemaal aan, dat was ook zo in de beker. Deze is perfect hoor. Hij moet hem met rechts nemen. Het fluitconcert voor Ashanté. Verdonk naar Van Polen. Bal richting Menig is goed. Menig met de controle, de lop en het doelpunt. Schitterende treffer. Wat een start van de IJsselderby. Binnen de minuut de kans voor Rietsmaaier. Na een minuut het doelpunt van Menig. En je kan kijken naar Zwarthoed. Je kan kijken naar de defensie van Go Ahead. Daar gaat echt wel wat mis. Maar wat is dit bovenal een fantastisch doelpunt. De paas perfect, de controle, het afmaken. Van Polen met een perfecte trap en dan Menig. Dit is moeilijk. Dit is nog moeilijker. Maar het klopt allemaal. Ja. De IJsselderby zo openen. Met zo'n doelpunt. Wat een begin. Van Polen.
Krijgt weer de tijd. Nou, toch maar Rietmeijer naartoe. Legt hem weer richting Menig. Eerste duwtje, eerste opstootje daar. Ja, we zijn nog geen 3 minuten bezig, hè. Dit wordt een potje, hoor. Dit is al een potje. Iedereen staat op scherp. Wolters moet komen. Saimak misschien ook wel even. Die pakt Wolters nog bij de keel. Schenkeveld was er natuurlijk bij betrokken. Kusebujuk wil even rustig zijn praatje houden. En uiteindelijk gewoon Zwolle dat gooit. Geel voor Wolters, ja. Kusebujuk lost het op zonder kaarten. Althans, dat denkt hij. Maar Wolters wil niet luisteren, loopt weg. Terwijl hij gewoon blijft staan. En even met Kusebujuk en Schenkeveld praten is het goed. Niet slim van Rennie Wolters. Je ziet aan alles dat Kusebujuk het bij een praatje wil houden. Een soort waarschuwing. Jongens, doe nou normaal. En Wolters luistert gewoon niet. Dus alsnog geel voor hem. Niet voor Schenkeveld. Die wel keurig het praatje van Kusebujuk aanhoorde. Van de Pavert. Menig. Daar is Mokhtar. Kan terug op Menig. Paas is goed. Het is alleen buitenspel. Is het de juiste beslissing? Is nog even de vraag. Maar eigenlijk is het antwoord vrij snel ja. De man aan die kant om te vlaggen is Gozens. En die vlagde vorige week nog NEC Vitesse. Die heeft ook lekkere week als assistent. En u weet wel, die laatste beslissing om het doelpunt van Vitesse af te keuren, dat was toen ook de juiste. Dus dat is Gozens wel toevertrouwd. Schenkeveld. Nieveld, ook oud Zwolle. Wolters, overtreding van Schenkeveld. Rietmeijer die de vrije trap neemt. Metertje gesmokkeld. Fischer en Schenk zijn natuurlijk mee. Nieveld daar ook te vinden. Daar is Duits. Tot 2 keer toe. En ja, slim overstapje nog. Van Hendricks maakte het niet makkelijker voor Van der Hart. Nog even gezongen over de Jodan Boys die wonnen van de Eagles. Maar daar is Zwolle alweer. Mokhtar. Paas komt niet aan. Herkansing voor Mokhtar. Op de lat. Verdonk bijna. De onrust blijft. Ze zeggen wel eens, zo'n derby kan eigenlijk alleen maar tegenvallen als hij opgeklopt wordt. Vaak is die wedstrijd dan niet zo heel goed, niet zo heel boeiend. Nou, deze editie voorlopig wel. Wat een bal van Younes Mokhtar. Saimak, bal is te kort. Van Polen nog net voor Wolters. Easy Boué. Kleunt erin bij Asiënté. Daarvoor wordt terecht gefloten.
Verdonk. Hola. Zoek naar Easy Boe. Schat die bal wel beter in een Ashanté, maar kan er verder niks mee. Schenk. Ja, niemand valt hem aan, dus gewoon maar doorlopen. Dan naar Wolters. Van Polen, Holla. Go Ahead gooit. Nu wel een gesprek tussen Wolters en Kusjebuur. Schenk mee. Fischer mee. Voor de verre inworp. Inderdaad, ver genoeg. Weggehaald door Van Polen. Oh. Maatsen liet hem voor Ashanté. En Ashanté liet hem voor Maatsen. Nog even het contact zoekend met Maatsen. Contact dat er net niet was. Bal gespeeld door Duits. Absoluut geen overtreding op Saimak. Goed gezien door Guzibuyuk. Hendricks. Maatsen. Nieveld bij zich. Van der Pavert kopt weg. Nieveld. Verdonk. Die is natuurlijk wel wat gewend vanuit de klassieker in de jeugd, Verdonk. Maar dit is voor zo'n jonge voetballer toch ook weer een nieuwe ervaring. In de Eredivisie, een wedstrijd met zoveel lading. Er zijn bijvoorbeeld spelers bij die dat nog niet hebben meegemaakt. Hij natuurlijk wel, maar dan vooral vanaf de andere kant. Fischer. Groenbast. Duits. Goed, fel verdedigd daar tussen door Holla en Saimak. Balverlies van Warmerdam, Duits. Verdonk doorzag al wat er ging komen. Een paas op Maatsen. Ligt er meteen ook ruimte. Menig heeft Saimak mee. Kan zo door. Kan zo door. Maar schiet hem er niet in. Dat had zijn tweede moeten zijn. Duits geraakt. Daar is verzorging nodig. Hij lijkt zo goed rustig te blijven. Quincy Menig. Zwarthoed en Schenk gaan maar eens praten. Omdat er achterin wel het een en ander misgaat. Hij neemt de bal mee. Zo kalm. Langs iedereen tot hij het ideale moment heeft. Maar dan toch net niet in balans. Op het moment dat hij moet schieten. Nou, geen seizoensrecord. Maar als hij er twee had gemaakt, dan was het die kant al opgegaan voor de snelste eerste twee treffers van dit seizoen, vermoed ik. Duits. Schenkenveld moet terug. Van der Hart. Wietsmaaier. Hofelies Maatsen. Goed. Niet eerst balverlies van Warmerdam. Dit is sterk van Van der Pavert.
Wordt ook niet geappeleerd. Saimak ziet Menig gaan. Ja, Menig tegen Fischer en Schenk. Daar ziet Zwolle wel mogelijkheden. Dat is gebleken dat die er ook zijn. Van der Pavert mee, andere centrale verdediger van Polen niet. Het zijn er vijf van Zwolle, allemaal in het doelgebied. Go Ahead heeft iedereen terug. Lage, goede bal! De bal was naast gegaan. Slimme corner. Bal binnengebleven en daardoor kan Wolters door en komt er geel voor Holla. Nou, die discussie tussen Jans en Baksen hebben we ook gehad. Goeie corner dit hoor. Schot van Saimak was naast geweest. Hier is de bal, zou je zeggen, wel over de lijn geweest, maar het mag door. Volgens mij gaat het er vooral om dat Jans vindt dat Wolters zelf zijn arm naar achteren doet. Hoe dan ook. Dus Jans en Baksen gaat het niet meer goed komen zo te horen. Dat worden geen vrienden. Als je het neemt. Ramadan kopt weg. En Mokhtar kan bijna weg. Mokhtar geraakt. Go Ahead gaat die bal wel over de zijlijn trappen. Dan krijgt Asiente weer eens applaus van de Zwolle supporters. Dat is een tijdje geleden. Sportief gebaar van Asiente. Natuurlijk geen overtreding. Mokhtar ook weer lekker begonnen. Is het dan zijn lies? Het gaat hard met de kaarten bij Holla. Van de buurt van de Lies. Spannend genoeg laat Zwolle nog niemand warm lopen. Mokhtar komt ook weer terug. Maar het is ook een teken dat het allemaal wel meevalt met Mokhtar. Iets maar niet goed. Toch maar Thomas de warming-up ingestuurd door Ron Jans. Omdat de Mokhtar nog steeds niet echt loopt. Op een manier die denkt, dat zit wel allemaal wel goed. We're gonna change, do the warming-up in the field. Ja, Mokhtar gaat weer zitten. Dat is sneu voor de speler die al de lat raakte, die zo goed bezig is de laatste weken. Weer fit is, weer kan voetballen. En dan nu toch al vroeg in de wedstrijd geblesseerd uit moet vallen. En Thomas moet dus de warming-up op het veld doen, zo gaf Jans aan. Nog even wat instructies van Gert-Peter de Gunst.
Sneu. En laten we hopen dat het meevalt. Hij heeft al genoeg fysiek ongemakken gehad. En zeker ook de vorm waarin hij nu zit. Is dit een forse tegenvaller voor hem en voor Zwolle? Maar goed, over spelers gesproken met de nodige fysieke ongemakken en pech op dat vlak. Zijn vervanger weet er natuurlijk ook wat van. Mokhtar kan niet verder. Hij moet eruit. En zijn vervanger is in ieder geval weer fit. En kan over het algemeen ook heel goed voetballen. Ryan Thomas. Mokhtar er vanaf. Met een liesblessure, zo lijkt het. Eigenlijk het eerste moment van rust in deze wedstrijd. De rust duurt dat op zich niet lang, want daar was bijna Hendricks alweer. Saimak krijgt nog een duw van Wolters. Niet gezien. Ritsmaai probeert zich aan te bieden. Er komt weer zo'n verre inworp. Maatsen meldt zich. De mensen voor het doel zijn er weer. Fischer en Schenk erbij gekomen. Strakke. Weggekopt. Van de Pavert. Maatsen. Nu weet hij dat hij bal moet pakken. Van de Hart komt en heeft. Van Polen. Die bal is niet goed. Saimak. Zelf heeft Saimak al aangegeven dat hij niet tevreden is met hoe het nu gaat. Dat hij veel beter kan, veel beter moet. Maar dat in het veld vaak de meest simpele dingen dan net niet goed gaan. Natuurlijk ook lang geblesseerd geweest. Het hele vorige seizoen gemist. Easy Boué. Van de Pavert. Easy Boué, goede controle. Schenkenveld mee. Goed werk van Maatsen. Oh, risico daar als Van Polen en Van de Pavert allebei doordekken eigenlijk op Hendricks. Dat betekent natuurlijk dat daarachter wel ruimte is. Maar dat is toch maar één van de twee verdedigers die het doet. Geweldige trap dit van Holla. Thomas, eerste actie.
Het stadion gaat staan voor Zwolle. Op dat moment gaat trouwens ook Hans de Koning net staan, maar dat is uiteraard puur toeval. Guusje Buurk gaat zich melden bij Jans. Dat klikt niet zo tussen ons. Nee, dat is wel duidelijk. Goed gedaan, Christian. Nou. Kom een keer op de koffie, lekker gezellig. Christian Baks en Ron Jans. Vrienden voor het leven. Van Polen. Warmerdam tikt die bal niet over de zijlijn. Beetje kinderachtig. Geeft Guzebue ook aan. Verder inworp natuurlijk weer Van Maatsen nu vanaf zijn eigen kant. Van Polen kopt weg. Menig. Groenbast wint. Ashente. Van Wolt is daarbij, nee. Maatsen. Duits. Zwolle deelt ook echt wel uit. Go Ahead probeert bij Vlager prima mee te spelen. Het is niet zo dat Zwolle de duidelijk bovenliggende partij is tot nu toe in de wedstrijd. Wil natuurlijk de ploeg met het doelpunt en daarnaast ook de grootste kans. Ritsmaaier. Omstandige situaties. Moeten allemaal makkelijk verdedigd. Door Zwolle. Warmerdam. Heeft eigenlijk door het publiek door dat hij beter naar voren kan draaien. Prima actie, Easy Boué langs Ashente. Dan de paas. Holla vangt op. Van Pol. Combinatie gezocht tussen Easy Boué en Menig. Oeh, als dat lukt. Weer een overtreding, ja. Wolters het slachtoffer. Wolters heeft veel pijn en bij Go Ahead lijken ze aan te geven. Daar is echt wel sprake van een hele vervelende overtreding. Daar denken ze aan een kaart. Nee, ik snap dat het veel pijn doet. Easy Boué doet daar niet opzettelijk Wolters pijn. Geen reden voor geel. Warmerdam. Overtreding Duits. Ja,
Van de Pavert. Bal is wat aan de harde kant. Ja, te hard. Voor Thomas. Menig moet eerst terug. Thomas heeft zijn mak voor het doel en Easy Boué. Holla vraagt, maar het moet nog verder terug. Holla. Easy Boué. Zijn mak. Het is niet de plek en zeker ook nog niet de wedstrijd voor dat soort acties. Rietsmaier aan de andere kant, twee man van Go Ahead. Dan moet de bal er wel snel heen. Het duurt allemaal eigenlijk te lang. Waardoor Zwolle weer terug is. Grombast, Nieveld. Duits, Nieveld, ruimte. Misschien ook voor een schot. Wordt een paasje. En de corner via Ted van der Bavert. In de hoekschop is niet slecht. Kopkansje voor Nieveld. Die wordt helemaal niet uitgefloten als oud-Zwoldenaar. De man van de beste kansen tot nu toe. De man van de treffen. Easy Boué. In de lucht wint hij dat wel van Asiënté. Rietsmaier even vrij. Thomas, Warmerdam. Menig, Warmerdam. Zwolle heeft het niet heel makkelijk om kansen te creëren. Van der Pavert. Moet ook weer terug. Helemaal zelfs terug tot de keeper. Dat is ook een compliment voor Go Ahead. Opbouwen bij Zwolle verloopt niet heel soepel. Ja, nu wel, omdat er maar twee man van Go Ahead druk zetten. Rietsmaier en Hendricks. Dan sta je als ploeg dus even niet goed. Dan is het tempo bij Zwolle te laag. Om daar iets mee te doen. Rietsmaier moppert op zijn ploeggenoten, terecht. Of met z'n allen druk zetten, of niet natuurlijk. Schenk. Duits. Overstapje is op zich niet slecht, alleen niemand van Go Ahead die daar op het juiste moment in komt lopen. Asiënté, Menig toch. Wie heeft de bal? Nieveld dus. Samen!
opnieuw. En weer opnieuw. Zoeken. U hoort de koning. Bal naar Maatsen. Dat is wel heel lastig voor de vleugelaanvallen. Groenbast. Nieveld. Maatsen. Prachtig er langs bij Verdonk. Wolters komt voor het doel. De bal te scherp. Dat was alweer een momentje. Waarbij Wolters ook goed voor zijn man kwam. Over vleugelaanvallers gesproken. Overtreding op Menig. Duits. Oeh, Hendricks, als hij hem kan verlengen, is Maatsen misschien weg. Nu Verdonk, Thomas. Overtreding Duits, niet zijn eerste. Van Polen komt informeren of dit echt geen gele kaart is. En Guzibuk geeft aan dat hij dat niet meer moet doen. En hij heeft Guzibuk weer gelijk. Al snap ik de reactie van Van Polen. Natuurlijk ook wel. Het is een end. Ze hebben Holla en Warmerdam. Normaal gesproken Holla die dit gaat doen. Maar je zou zeggen van deze afstand. Dat heb ik gezegd voor de keeper moet dat te doen zijn voor de doelman. En hij kan hem rustig laten gaan. Maar zat ook al in die hoek. Hendricks verlengt. Wolters. Raakte de bal nog net aan. Stop, stop. Hendricks wordt aangemoedigd door de koning om toch vooral dan wat meer proberen los te komen van zijn tegenstanders, zich aan te bieden. Argenté moet aan Hendricks aan gaan geven hoe hij moet gaan lopen. Hoe dat beter kan. Omdat de koning Hendricks vanaf deze afstand niet kan bereiken. Rietsmaaier. Oeh, niet briljant uitverdedigen dit. Dus nog eens Rietsmaaier. Dat biedt een kans. Hendricks krijgt geen corner. Standaard situaties over het algemeen vrij makkelijk verdedigd. Maar Go Ahead heeft er al aardig wat gehad. Corners, vrije trappen, inworpen. Het is wel een risico dat Zwolle neemt. Zwolle slaagt er niet in om deze wedstrijd echt onder controle te krijgen. Warmerdam. Thomas.
Goeie 1-2 met Warmerdam. Twee man voor het doel van Zwolle. Maar daar is ook Fischer. Nog wat ruimte voor Rietsmaier. Duits. Geldt hetzelfde voor. Wolters. Maatsen gaat zich weer melden. Schenkeveld doet eigenlijk hetzelfde als wat Warmerdam eerder deed. Naar die bal toelopen en vervolgens niet geven. Laten liggen of zelfs even wegtikken. Gusebuurk maakt duidelijk dat dat klaar moet zijn. Maats. Tweede bal in het veld. De bal hard de tribune ingeschoten. Hoe handig is dat als speler van Go Ahead? Maar goed. De wedstrijd gaat verder. Duits. Wolters. Wolters. Oh, aardig in de korte hoek geprobeerd. Lekkere bal van Thomas op Ehizi Boué. Saint-Marc en Menig zijn voor het doel. Ehizi Boué is weer een penalty en krijgt die niet. Asjete heeft het moeilijk met Ehizi Boué. Effectieve 1-2, waarbij Maatsen nu alle tijd heeft voor de voorzet. Daar is Rietsmaier. En Van der Hart en Van Polen doen het eigenlijk samen om Rietsmaier van een hele grote kans te houden. Een goede, scherpe uitbraak. En een lekkere voorzet ook wel daarbij Go Ahead van Maatsen. Om nog maar eens te onderstrepen dat Go Ahead niet de minder is. Zes man van Go Ahead voor het doel. Van der Hart. Hoeft niet te komen. Corner aan de andere kant. Oh, gaat die bal... Nee, die bal gaat over de zijlijn. Weer de cornervlag. Komt dus een soort halve corner aan. Via Maats. Hier nog eens een keer de actie. Als Asjente valt... Nee, natuurlijk geen penalty. Verder wordt Maatsen. Fischer verlengt. Schenk is er ook. Asjente vangt op. Asjente. Weggekopt van de Pavert. Nieveld. Asjente. Maatsen. Hendricks vliegt erin. Fischer. Oh! Wat een doelpunt. Wat een schitterende treffer. Die van menig mocht er zijn. Maar deze ook. En... Het komt ook niet geheel onverwachts hoor. Go Ahead speelt een prima wedstrijd. Met veel dreiging. En nu ook de treffer. Het is in ieder geval geen IJsselderby van lelijke doelpunten. Maatsen slingert voor. En dan komt hij daar bij toeval misschien. Maar ja... Ik heb een centrale verdediger wel eens minder zien maken dan op deze manier. Goeiedag zeg. Ineens. Zijn eerste doelpunt voor de Eagles. Mag er wel zijn. Fantastisch doelpunt van Sander Fischer. En 1-1. Past bij de verhouding op het veld.
Nieveld. Wissel heeft geen goed gedaan. Niks te nadelen van Thomas. Maar die zit nog niet echt lekker in de wedstrijd. Daar waar het voor Mokhtar natuurlijk wel gold. Menig. Te kort voor Saimak die bal. Duits. Van Polen. Maatsen. Wel iets te veel, maar bijna nog iets maaien. Saimak, Duits. Nog 1 minuut, zo geeft men aan. Vanaf de bank. Dus moet Go Ahead op balbezit spelen. Dat gebeurt niet met zo'n bal natuurlijk. Maar hij valt wel voor Nieveld. Saimak. Lekker balletje. Warmerdam. Warmerdam heeft hem voor zijn linker. Wil nog iets te veel. Bal gespeeld. Schot daarna makkelijk voor Zwarthoek. Absoluut geen overtreding op Warmerdam. Die nog 1 stap dichterbij wilde komen om echt lekker te hebben liggen. Groenbas bijna. En nog 1 lange bal. En dan zit de eerste helft erop. Die zo goed begon voor Zwolle. Met het doelpunt. Mokhtar op de lat. Kans menig. Maar daarna kwam Go Ahead meer en meer in de wedstrijd. En over 46 minuten voetballen. Zou je zeggen is 1-1 een prima afspiegeling van de krachtsverhouding op het veld. Geen wissels dus, zoals gezegd, natuurlijk al 1 keer gewisseld in de eerste helft. Mokhtar heeft volgens mij alweer een plaatje gevonden. Ik zag hem net wat spelers uitleggen wat er nou precies gebeurde. Kon ik uiteraard niet horen vanaf hier. Menig scoorde, Fischer scoorde. Fischer heeft het achterin moeilijk met Menig. Maar voorin is wel van waarde. De aftrap van Go Ahead met Fischer. Lange bal richting Hendricks. Warmerdam. Allebei natuurlijk oud Ajax. Dan zat Warmerdam er een stuk langer dan Hendricks. Van Polen. Duits. Rietsmaier en Hendricks lopen elkaar in de weg. Goeie paas van Warmerdam, menig. Thomas voor het doel. Daar gaat de bal niet naartoe en ook niet naar Saimak. Natuurlijk niet de grootste. Van Polen met aanwijzingen voor Schenkeveld en Ehizi Boé, omdat hij daar de bal niet kwijt kon.
Easy Boué is er weer eens langs bij Asiënté. Asiënté herovert. Zo blijft Asiënté uiteindelijk steeds wel op de been, maar met de nodige moeite. Die duels met Easy Boué. Asiënté. Dit is niet zo goed. En dan schopt hij daarna nog Easy Boué neer. En ook nog geel voor Menig. Vanwege aanmerking op de leiding. Althans, dat vermoed ik. Hij zal wel iets gezegd hebben. Kreeg de teller op 4 gele kaarten deze wedstrijd. Laat zich hier makkelijk van de bal zetten. Ligt dan. Daar een schop. Daar een schop. Ja. Zou kunnen denken aan natrappen, maar het lijkt me niet. Ik denk dat geel gewoon op zijn plaats is. En daarna ging Menig zich daar dus mee bemoeien. En deed dat op dusdanige wijze dat hij zijn eerste kaart van het seizoen te pakken heeft. Verschil op de ranglijst is natuurlijk ook maar 1 punt. En omdat ze allebei onderin staan. Die extra spanning op een al beladen wedstrijd. Warmerdam komt daar eigenlijk niet uit. Moet dus terug via Verdonk. Van Polen, goede trap. Thomas, geen goede controle. Zit niet lekker in de wedstrijd nog. Hij staat er dus toch al een tijdje in. Geen fijne bal voor Maatsen. Maatsen, Rietsmaier biedt zich aan. Achter hem is altijd Groenbast. Toch maar de weg terug. Nieveld, Maatsen. Nog eens. Schenk ingeschoven. Asiënté. Blijft te onzorgvuldig. Deze paas is gewoon niet goed. Uiteindelijk nog wel een vrije trap voor Rietsmaier. Ja. Een beetje een ziekenhuisbal. Net tussen Rietsmaier en Warmerdam in. Wat hard voor Van der Hart. Die natuurlijk als doelman van Go Ahead in dat opzicht een van de dieptepunten in zijn carrière meemaakte tegen Ajax.
Er is een fraai gespeeld. Prachtig. Warmerdam ook nog het overstapje. En dan zijn ze weg met 5 man tegen 4 van Go Ahead. En dan Rietsmeijer. Maakt hij toch niet de overtreding. Is Maatsen op tijd terug. Maar dit was 5-4. In het voordeel van Zwolle. Een man meer in de aanval. En dan ineens tot een echte kans komen. Dat is wel heel slordig. De opbouw zo fraai. Duits gezien. Warmerdam is weg. En dan doet hij er te weinig mee. Van de Pavert. Van Polen. Thomas. Easy Boy. Nog geen rugdekking voor Asiënté. Dus zoekt hij hem wel op. Maar komt hij er niet langs. Ron Jansen van plek gewisseld, zodat hij wat verder van de vierde official af zit. Ik denk wel verstandig. Er zijn andere dingen voor de trainer van Zwolle om zich druk over te maken. Dan het gedrag van een van de mensen van de arbitrage. Het spel van zijn ploeg. Zal toch beter moeten. Maatsen probeert te doen wat Warmerdam ook deed, maar bij hem mislukt het. Warmerdam, Easy Boy. Schenkenveld komt mee. Duits onderschept. Wat een prima wedstrijd op het middenveld bij Go Ahead. Van de Duits. Nieveld. Maatsen. Ah, verdonk. Overtreding Holla. Nieveld wil snel nemen. Kusjepiuk staat dat eigenlijk niet toe. Waar Nieveld niet zo heel blij mee is. Maar goed, standaard situaties. Als er al de grote dreiging kwam, dan was dat vooral dat soort momenten. Hebben ze er veel van gehad in de eerste helft. Go Ahead. En hij is natuurlijk weer mee, Fischer. Rietsmeijer van Hart staat vrij ver voor zijn doel. Bijna uitnodigend om het ineens te proberen. Dat doet Rietsmeijer dus ook. Ja, dat doet Rietsmeijer dus ook. Hij ziet het. En ik zit wat hoger, dus vanuit mijn optiek is het wat makkelijker te zien dan voor hem. Hij zag Van der Hart te ver voor zijn doel staan eigenlijk. Als speculerend op die voorzet. En die voorzet kan dus niet. Schenkenveld en dan zijn ze weer weg met Easy Boué. Is dat Hens? Nee, zegt Kusibuyuk. Asiënté. Van Paul. Doorgejaagd door Wolters, Van der Hart. Verdonk. Holla, het gaat net goed. Maar als het past, ligt er dus ergens anders ruimte. Door het druk zetten van Go Ahead. Kan Zwolle daarvan profiteren. Met Schenkenveld. Saimak. Saimak. Ja! Eindelijk weer eens het doelpunt voor hem. Zo lang niet gescoord. Zoveel pech gehad. En dan juist in deze wedstrijd zo'n doelpunt maken. Go Ahead zet druk vooruit. Zwolle voetbalt onder die druk uit en scoort. Saimak, de Deventenaar, in Zwolse dienst. Februari 2015, zijn laatste doelpunt in de Eredivisie.
het hele vorige seizoen gemist. Hij is nog zoekende, is nog niet zo goed als hij wil zijn. Maar hij scoort wel. Bijna Rietsmaier. Die van Hart wel verrast, maar niet klopt. En daarna Saimak. Meer dan anderhalf jaar geen doelpunt kunnen maken ook in de Eredivisie. Omdat hij zo lang afwezig was. En dan tegen de club uit zijn stad, uit Deventer. Zoals voor bijna moest scoren tegen NEC, moest Saimak wel bijna scoren tegen Go Ahead. Hier is hij weer. Holla. Holla. Oh, zwart het op het verkeerde been. En dan heb je een doelpunt van de maand, doelpunt van de weekverkiezing. Dat wil nog wel eens spannend zijn. Doelpunt van de wedstrijdverkiezing is al spannend. Met drie kandidaten en alle drie prachtige treffers. Daar is Rietsmaier. Overtreding van Warmerdam. Rietsmaier zelf achter de bal. Benieuwd wat Van der Hart doet. De muur staat. Van der Hart wat dichter bij zijn eigen doellijn nu. Al is een voorzet toch echt zo'n beetje de enige optie nu. Vanuit die hoek voor de linkspoot. Rietsmaier. Ja. Ja, dit is een optie, maar geen goeie. Van Polen. Afgelopen zomer zijn huis bekogeld. Hij vond de qua jongens die het hadden gedaan, die de eieren hadden gegooid. Go Ahead supporters uiteraard. Vond het allemaal niet zo erg. Had ook wel eens wat qua jongens streken uitgehaald in zijn jeugd. De overtreding van Verdonk. Her en der wat ontevredenheid. Groenbast is geraakt. Overtreding van Rietsmaier. Krijgt geel waar het publiek aan een andere kaart dacht. Vierde gele kaart al van het seizoen voor Marcel Rietsmaier. Dat is wat veel voor zijn type middenvelder. De vraag is, had dit een andere kleur moeten zijn? Nee. Het is wat lomp, het is wild. Ja, die arm zwaait wel onnodig door, raakt Van Polen. Een domme wilde actie. Maar lijkt me geen rood. Zo loopt het qua kaarten intussen ook al op natuurlijk. Met 5 in totaal.
Hendricks buitenspel. Seymour. Buitenspel. Easy Boy krijgt de wind van voren van een van zijn ploeggenoten. Warmerdam. Aangetikt door Rietsmaier. Go Ahead gaat zo wisselen. Daar is aan door de koning aangegeven dat de eerste, trouwens ook de enige warmlopende speler zich mag gaan melden. Terwijl Go Ahead nu wellicht de kans kan krijgen. Hendricks voor het doel. Nou, wissel gaat nog even niet door. Ruimte voor Duits. Ja, die heeft hem voor zijn rechter. Duits, ja, dan heeft hij voor zijn linker. En, had hij dus net zo goed met rechts kunnen proberen. Ze zouden meer van hun ploeg willen zien in de tweede helft. Want Go Ahead speelt net als Zwolle richting de eigen fanatieke supporters. Van der Pavert mee en nu meldt ook Van Polen zich voorin. Doet hij lang niet bij alles van de situaties. Vrije trap van Holla. Fischer kopt weg. Verdonk. Geen van de Pavert. Weer Fischer. Van de Pavert dus niet achterin. Van Polen is wel alweer terug. Maar Van de Pavert zet hier zo druk dat uiteindelijk de inworp zelfs verzwollen is. Prima gedaan door de verdediger. Schenkenveld. Zwolle heeft er genoeg mensen terug, zou je zeggen. Maar de overtreding van Schenkenveld op Wolters. Kam Argenté erbij. Ja, en dus een hoekschop. Misschien al wisselen door die hoekschop. Brands is er alleen nog aan het klaarmaken, dus ik denk niet dat dat gaat lukken. Nee, dat duurt nog iets te lang. Vijf man van Go Ahead voor het doel. De bal verlengd. Ah, daar was Fischer weer. Dan gaat hij dus zo komen. Maar heeft ook Joey Suk intussen een kort praatje gehad met de koning. Dan doet ook de indruk dat Suk in de ploeg gaat komen.
De vrije trap voor Go Ahead. Zwolle boos. Go Ahead gaat wisselen. En Hendricks gaat eruit. Spits eruit. Ja, hier is natuurlijk niks aan de hand. Dit ziet Guzebuik niet goed. Want als je tegenleidt, gewoon weg voordat er sprake is ook maar van enig contact. Brands meldt zich in de spits. Geen de kogel. De assistent moet het ontgelden. Die adviseerde Guzebuik om hier een vrije trap te geven. Wolters. Wolters gooit voor. Schenkeveld kopt weg. Warmerdam. Schenk. Maatsen. Een slechte bal. Nog net voor Donk. Wordt het weer zo'n fase met veel vrije trappen, veel standaard situaties. Voor Go Ahead. Die was natuurlijk ook in de eerste helft en uiteindelijk viel hij toen een keer goed voor hem. Nou, zo makkelijk was dat nog niet, maar het leverde toen de 1-1 op. Nu toch ook alweer de nodige vrije trap en corners geweest. Deze wordt goed verdedigd door Warmerdam. Counter zou nog steeds kunnen. Asiente moet dus oppassen en doet dat. Wolters, ja. Holla. Iets meer dan 20 minuten nog. De verschillen klein. Verdonk. Saimak. Verdonk. Uiteindelijk de vrije trap. En dan komt het dus ook geel. Vierde kaart voor de speler van Go Ahead. Deze voor Groenbast. Mooie actie Saimak. En Verdonk gebruikt goed het lichaam. Geen heel groot lichaam, maar hij gebruikt het goed. En een beetje vastgehouden, een beetje aangetikt. En de maker van die fabuleuze 2-1 eruit. Hij is er weer. De Deventenaar in Zwolse dienst maakt voorlopig het verschil. Saimak eruit. Een grote glimlach van Jans. Door je verkeerde aanname moest je met links schieten. Ja, ik zou ook nog even kritisch zijn, dat is een doelpunt. Goed hoor. Mooi. De knuffels voor Saimak. De vrije trap is goed en de bal uit de kluts valt niet goed voor Zwolle. Bijna een briljante invalbeurt voor Marines, maar die schiet naast. Dat had voor Go Ahead helemaal verkeerd af kunnen lopen. Er was nogal wat moeite om die bal weg te werken. Liggen er twee van Zwolle op een gegeven moment. En is dat Van der Pavert net niet een voet tegen die bal kan zetten. Warmerdam.
Schenk. Aschente. Weer een vrije trap voor Go Ahead. Een Deventenaar heeft het veld verlaten. Er gaat zo een ander in de ploeg komen. Een echte Deventenaar bij Go Ahead. Joey Suk meldt zich zo. Eerst de vrije trap. Kan iemand hem verlengen? Nee. Thomas, Menig. Verdonk. Die na een moeizaam begin het wel steeds beter is gaan doen bij Zwolle. Schenk. Er werd al diep gegaan. De wissel dan. Eruit gaat Duits. Aanvoerdersband naar Fiesje. En eindelijk dan de 100ste competitiewedstrijd voor Joey Suk. Hij zit er al zo lang op te wachten. Hij wil zo graag, maar krijgt weinig kansen dit seizoen. En dan moet het hem toch eigenlijk uiteindelijk wel goed uitkomen dat hij zijn 100ste voor Go Ahead vandaag speelt tegen Zwolle. Ik hoop dat als hij scoort, als de tatoeages wel mogen zien die met Deventer te maken hebben. Rietsmaaien. Weer goed voor Donk. Zelfs een inworp voor Zwolle. Aschebar gaat zo komen bij Zwolle. Aschente. Bransen voor het doel. Suk wil wel, die krijgt de bal. Rietsmaaien. Fiesje. Het is geen wedstrijd met heel veel kansen. Wel met de mooie doelpunten. De spanning. En het kleine verschil dat er nog steeds is. Aschebar komt. En Easy Boe gaat. Luid applaus ook voor Anas Aschebar. Thomas. Menig, Suk, heel even. Van Polen. Fiesjer, Aschebar jaagt door. Brands erachteraan, ja, dan is het buitenspel. Aschebar begint. Ik wil niet zeggen gewoon, maar die begint op rechts. Menig blijft in de spits. Met Aschebar al als spits gespeeld, ook als soort tweede spits om Brock Madsen heen. Nu dus als rechts buiten. Waarbij Menig gewoon, zoals de rest van de wedstrijd al het geval was, de nummer 9 blijft. Iets minder dan een kwartier nog. Holla. Marines half. Nog een keer Marines. Menig legt klaar het schot. Ja, van Warmerdam met links. Dat zag er goed uit, maar werd ook meteen geblokt. Van Polen.
Er was haast bij, want Suk zet al druk op hem, dus is de paas wat minder zorgvuldig. Schenk richting Brands. Die wint wel, maar niemand van Go Ahead achter hem. Fischer van de Pavert. Tussen twee man in. Ga maar door, geeft Guze Buurk aan. Zwolle heeft sowieso de bal nog. Thomas. Verdonk. Thomas geraakt. Groenbas de dader. Natuurlijk een van de zes spelers die al geel heeft. Guze Buurk komt even polshoog te nemen. Verzorging niet nodig. Wat vraag is het een overtreding? Nou ja, wel degelijk natuurlijk. Groenbas zal echt op moeten passen. Hakje van Marinus, fraai. Thomas. Nee, er zijn aanwezigheid. Go Ahead, die bal niet lekker weg. Fraaie controle, Maatsen. Maatsen. In worp Go Ahead. Veld. Brands. Maat. Asjabar sprint al. Menig ziet het. Nu is het buitenspel. Mooi is dat Jans nog even uit wilde gaan leggen hoe Asjabar eigenlijk had moeten lopen. Namelijk in de breedte meer in eerste instantie om zo geen buitenspel te staan. Maar hij had door dat op deze fase niet heel veel zin meer had. Het is wel de vraag wie er in de slotfase nog enigszins het hoofd koel kan houden. Daar waar het publiek van alles wil. En Go Ahead op jacht zal gaan naar die 2-2. Bal niet heel lekker verdedigd. Suk! Schot geblokt. Daar was toch een kansje voor Joey Suk. Groenbast. Voorzet Maatsen. Wolters. Aschente. Al wat aan de harde kant voor Rietsmaier. Dus van Polen het stadion uit. Nee, net niet. Hij heeft ook nog meegemaakt dat het geen enkel probleem was om die bal hier uit het stadion te schieten. Dat is nu al een wat grotere prestatie. Maatsen meldt zich weer. Natuurlijk Maatsen. Strak. Bal wordt verlengd, maar er valt voor Verdonk. Aschente. Slim paasje, alle tijd. Alle tijd voor Wolters, die dan toch te gehaast schiet eigenlijk. Hij kan draaien, dat doet hij. En dan kan hij ook nog meer tijd nemen dan hij nu neemt. Kijk eens wat een vrijheid hij heeft. Hij schiet ineens. En hij schiet naast. Aschente. Zegt wel wat. Namelijk dat Go Ahead op die openingsfase na, toen het echt van geluk mocht spreken dat het bij 1-0 bleef, niet de minder is geweest vandaag. Maar wel die achterstand nog steeds.
Narbon Nieveld. Lijkt wat te lang. In ieder geval nog aangenomen. Maar een vervolg aangeven, dat is niet mogelijk. Suk en Brands een beetje met z'n tweeën nu voorin. Daar waar mogelijk. Maats en Wolters op de vleugels. Eventueel zou Oyama nog kunnen komen. Andere optie is nog altijd natuurlijk Thijs. Nou, ze worden nu allebei geroepen. Een van de twee zal in gaan vallen. Menig. Holla. Goed gewacht. Schenkeveld. Thijssen gaat zo komen. Bij Go Ahead, laatste wissel van de koning. Holla. Net niet. Marinus. Had in ieder geval de uitbraak eruit. Nog even wat instructies voor Kenny Thijssen. Oeh. Fischer. Ja. Mist de bal en raakt Thomas. Dat is niet echt een hele lekkere invalbeurt voor Thomas. Het draait niet geweldig bij, maar hij heeft al een paar aardige tikken gehad nu. Natuurlijk is dit een overtreding. Rietsmaier eruit. Was nog dicht bij de 1-2 met die vrije trap op de lat. Maatsen. Thijssen, nu weinig fans hier heeft in Zwolle zo te horen, meldt zich nu voor het doel. De voorzet over hem heen zou je zeggen, maar daar is nog Maatsen. Maatsen legt er weer voor, bijna Suk. Bal valt goed, het schot is hard, de redding. Thijssen, nee! Van daar tot twee keer toe. Hij heeft hem voor het intikken, maar krijgt hem er niet in. Liggen er twee op het veld die verzorging nodig hebben nu. Daar de kans voor Go Ahead op de 2-2. Maar het is een oud eagle die ze daarvan weerhoudt. Mickey van der Hart. Maatsen legt voor. Eén keer verdedigd. Dit is een goed schot. En hij is heel snel ook weer op de been hoor. Tot twee keer toe snel en goed gereageerd door Van der Hart. Thijssen krijgt hem niet genoeg in de hoek. Oude Zwollenaar. Diederik Boer. Wel een wedstrijd als deze natuurlijk niet mis. Komt er nog zo'n kans voor Go Ahead? Iedereen is opgelapt. De wedstrijd weer verder. Duwtje in de rug van Asjabar mag. Blijkbaar. Asjente. Kan Wolters daar iets mee? Ja, hij houdt hem in ieder geval binnen. Schenkeveld krijgt een duw. En dus een vrije trap. Fischer.
richting Thijssen. Brands bij zich. Wel wat te hard gekopt. Dus Marines. Achabar. Holla. Marines. Goed gespeeld door Zwolle. Bal goed voor Achabar. Dat was een overtreding. En ja, dan fluit hij. En is het denk ik ook rood. Ja, dan is het ook rood voor Sander Fischer. Duw in de rug. Anders kan Achabar echt zo doorlopen. Nu kan hij doorstruikelen. Levert dat natuurlijk geen kans op. En moet de aanvoerder eraf. Goeie actie van Anas Achabar. Fischer, eerst de held met een prachttreffer, nu met rood eraf. Dat ontbrak inderdaad nog in deze wedstrijd. We hebben 6 keer geel gehad, 3 schitterende doelpunten. En nu dus ook rood. Achabar doet het heel goed. Zet door. En daar is de duw. Ja, en dan probeert hij zelfs nog door te gaan. Hij wil graag een keer scoren voor Zwolle. En als dat niet lukt, is het dus ook meteen rood. Wie mag het doen? Hij of Holla? 2 extra mannen in de muur van Zwolle om Zwarthoed het zich te ontnemen. Het woord Holla en het is beslist. Danny Holla met de 3-1 over en uit in Zwolle. Zwolle pakt de 3 punten in de IJsselderby. En dan is in de wedstrijd met alles. De kaarten, strijd en 4 werkelijk schitterende treffers. Het zijn 4 prachtdoelpunten. Want ook deze van Holla mag er natuurlijk zijn. Wat een vrije trap. Zwarthoed, misschien niet helemaal het zicht. Gewoon kansloos. Reageert niet eens. Probeert het niet eens. En dan is het 3-1. Hele fijne trap van Danny Holla. En het gebeurt eigenlijk steeds de treffers van Zwolle na een goede kans van Go Ahead. Komt nog even geel aan voor Marines. Asante wint zich op. Ja, nu wordt het nog bijna knok ook. Op het moment dat de wedstrijd er eigenlijk zo'n beetje op zit. Op het moment dat de wedstrijd is beslist. Marines krijgt sowieso geel. Die had Guzebujuk al klaar. Houdt hij het bij die ene kaart. Geel ook voor Zwarthoed. De duw naar Asante, inderdaad geel. En dan gaat Zwarthoed zich er ook nog eens mee bemoeien. Voor die duw krijgt Zwarthoed geel. Maar vlak voor de 1-0 was er de kans voor Rietsmaier. Vlak voor de 2-1 was er het schot van Rietsmaier op de lat. En vlak voor de 3-1 de kans van Thijssen van dichtbij. Tot 3 keer toe een goede kans voor Go Ahead om te scoren. Ze doen het niet en vlak daarna scoort Zwolle. En daar is bijna weer een doelpunt. Brands scoort niet. Ja, je zou bijna zeggen, dan gaat Zwolle weer scoren. Brands van dichtbij krijgt hem ook niet langs van de hart. Twee minuten erbij. Holla uitgeroepen tot man van de wedstrijd hier. Menig laat lopen. Ja, dan kan Achabar er nog achteraan. Dus slim van Menig om niets met die bal te doen. Want hij stond buitenspel. 2 minuten extra zitten er al zo'n beetje op. Thijssen. Het moment voor Go Ahead om een punt te pakken was er voor hem.
een echte wat-als-wedstrijd voor de ploeg van de Koning. Het had erin gezeten, maar uiteindelijk staan ze met lege handen. Er liggen er opeens een paar op het gras. En dan is het afgelopen en wint Zwolle. De IJsselderby. 4 schitterende treffers. 8 keer geel, 1 keer rood. Volop inzet, volop strijd. Een heerlijke editie van PEC Zwolle Go Ahead. Waarbij de verschillen klein waren. En Go Ahead zelf de kansen heeft laten liggen om hier met een goed resultaat naar huis te gaan. Want kansen had de ploeg van de Koning zeker. Daar de vreugde. Thijssen, Rietsmaaier. Er waren echt genoeg kansen voor Go Ahead om vaker te scoren dan 1 keer. Maar Zwolle maakte er 3. En hoe maakten ze er 3?